Op donderdagochtend 19 mei rond 10 uur zag een voorbijganger iets drijven in de Zuid-Willemsvaart in Helmond, ter hoogte van de Rogadeweg. Het bleek het lichaam van een man te zijn. Het gaat vrijwel zeker om de vermiste 76-jarige Bart Hille uit Helmond. DNA-onderzoek moet daar nog wel 100% zekerheid over geven. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft vragen. Zo is het niet duidelijk hoe lang die in het water lag en waar hij in het water is terechtgekomen. Zijn er mensen die de afgelopen tijd iets bij de Zuid-Willemsvaart hebben gezien dat hiermee te maken kan hebben? Misschien wandelaars of fietsers, maar ook sportvissers of opvarenden van boten. Heeft u iets gezien? Alle informatie is welkom.